Goedendag en welkom bij Privé TV. Malia Obama was al in het nieuws omdat ze feestend aan het rondreizen is. Haar zus Sasha heeft het minder goed bekeken. Zij zwoeg deze vakantie in het minst lucratieve vakantiebaantje uit de geschiedenis. Jan is hier. Jan, leuk dat je er bent. Mark. Leg eens even uit, wat is ze aan het doen? Ze werkt in een fastfoodrestaurant waar voornamelijk vis wordt verkocht. En dat is inderdaad haar vakantiebaantje. Maar verdient ze dat zo slecht? Waarom is dat het minst lucratieve? Nee, ze verdient gewoon wat je daarvoor moet krijgen. Gewoon zo'n $12 per uur. Niks mis mee natuurlijk. Wat het duur maakt is de beveiliging. Want er staan een legertje mensen, beveiligingsmensen staan er voor de deur in een auto. Constant te posten, maar er zullen ook wel undercover, zullen er in dat restaurant ook wel weer wat mensen zijn. En dat maakt het natuurlijk vreselijk duur natuurlijk. Nou heb ik het idee dat ze niet enorm moe gaat worden van dit baantje. Want... Nee, want ze mag heel veel niet. Ik heb een lijstje, wil je het horen? Ja, is goed. Ze mag niet werken met open vuur. Ze mag niet... Het is een pyromaantje. Het is een pyromaantje. Ze mag niet iets bakken. Dat lijkt me toch lastig in een restaurant. Ze mag geen vet vervoeren wat heter is dan 100 graden. Ja. En ze mag niet in vriezers werken. Oké. Blijft er überhaupt iets over, Jan? Er blijft heel veel over. En wat jij nu noemt, dat heeft niets te maken met haar bekendheid. Dat heeft te maken met de regelgeving, de wetgeving in Amerika. De Arbo-wet, zeg maar, in Amerika. Die verbiedt dat gewoon, dat kinderen van 15 jaar al die dingen doet... die jij nu opnoemt. Wat ze wel mag, is achter de kassa staan. Ze mag ook tafeltjes afruimen en tafeltjes schoonmaken. Ze mag het restaurant in orde maken, inderdaad. Dat voor de opening mag zij het gezellig maken. Dat zijn dingen die ze doet. En dat hoort ook voor die $12. Ja. Dit restaurant dat staat in Martha's Vineyard. Ja. En dat is een gebied waar presidenten eigenlijk al sinds jaren een dag vakantie vieren. Vergelijkbaar in Europa met Saint-Tropez en Monaco. En Bloemendaal. En jij wist dat Barack Obama, die kent de restauranteigenaar. Ja, de familie, wat jij zegt het al, de familie komt daar heel vaak. Dit is denk ik een foto van vorig jaar. En dan zie je ook dat de eigenaar, die steekt zijn vinger op en die zegt van... ik heb een baantje voor jouw dochter. Ja, we zien het hier gebeuren. Ja, we zien het hier gebeuren. Hij komt hier een ijsje kopen. En daar is hij van, want hij houdt wel van likkertjes. Want hij zelf is hij namelijk ook ijsverkoper geweest. Hè? Ooit is hij ijsverkoper geweest. Dus hier wordt iets gedeeld, denk ik, van nou... ik heb een lekker goedkope vakantiekracht. Maar even serieus. Iedereen weet dit nu. Zij werkt hier nu. Is het überhaupt nog werkbaar voor haar? Nee, dat is absoluut niet werkbaar. Ga je nou toch eens eventjes indenken dat het met onze Amalia zou gebeuren. Dat die in Zuidoost, in Amsterdam, dat die bij de McDonald's gaat staan. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ik zou zeggen, in dit soort gevallen moet je gewoon zo'n meisje moet je dan in het buitenland stationeren. Ik bedoel, Amalia zou bijvoorbeeld in België misschien leuk patat kunnen gaan verkopen. Ja, een leuke pannenkoekenboerderij. Ja. En ik zou bijvoorbeeld over het dochtertje van Obama zeggen van ga lekker naar Cuba, want daar zijn we toch leuk mee tegenwoordig. En ga daar staan, niemand die er herkent. Nee, even over het zusje. Die heeft het beter bekeken. Die zien we alleen maar feestend rondreizen. Dat is de pretletter van de familie. Die houdt inderdaad van feestjes. We hebben ook in Amsterdam dat kunnen constateren. Ze was onlangs in Amsterdam. Het lijkt er een beetje op dat Sasha, die in het restaurant overigens Natasha wordt genoemd... dat die een beetje de assepoester van de familie is. Ja, de vis wordt duur betaald, Jan. En jij kent je klassiekers. Absoluut. Dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel.